Als er één land is in de wereld dat zijn oorlogsveteranen eert, dan is het wel Amerika. In vrijwel elke stad of elk dorpje heb je wel één of meer veteran societies. De held van deze aflevering was lid van de Veterans of Foreign War Post 3208 hier in Sierra Madre, vlakbij Los Angeles. Gewone jongen uit Dussen, Brabant. En hij zou uiteindelijk sterven als een van de meest gedecoreerde mensen uit de Eerste en de Tweede Wereldoorlog. Louis van Iersel. Oftewel Louis van Iersel, zoals ze hem hier noemen. Sierra Madre, Californië. Hier woonde Louis van Iersel tot aan zijn dood in 1987. Door het aangename klimaat in de Sunny State had hij minder last van zijn chronische bronchitis. Een ziekte die hij mogelijk had opgelopen tijdens de Eerste Wereldoorlog. Als gevolg van een gifgasaanval in de Franse loopgraven. Louis van Iersel werd in 1893 geboren in Dussen, aan de Maas. Zijn vader, Martinus van Iersel, was bakker in het dorp. Het dorp dat al snel te klein werd voor de avontuurlijke Louis. Als tiener meldde hij zich aan bij het leger. Maar hij werd afgewezen omdat hij te klein van stuk was. Hij gaat werken in Duitsland, in de Kroepsfabrieken. En hier leert hij goed Duits spreken. Een vaardigheid die hem later nog goed van pas zal komen. Zijn veteranenvrienden in Sierra Madre herinneren zich Louis nog heel goed. A gentleman. A gentleman. An absolute gentleman. Quiet. You would never know that he was a combat person. To look at him as two different people. He was a real gentleman and he was nice to everybody. Friendly. He'd help you in any way that he could. And we try to do the same for him. I don't know whether he was proud. He wasn't that, you say, here I am, I'm a big so-and-so, you know. No, he wasn't that kind. He would go and be some, but a lot of times he didn't want to really wear his medal or something like that. But mm-hmm. You go to a meeting, district meeting like that, he wears his medal, and then they take him up, and everybody, we all give him a salute, say. Then he'd salute, return our salute, and then sit down. De kleine man met een grote status. Wat een interessant leven heeft die man toch gehad. Na zijn werk in Duitsland monsterde hij in 1915 als matroos aan op de Oluf Marsk. Dit Deense schip is in februari 1917 in de buurt als de Engelse schoener Little Secret door een Duitse torpedo wordt getroffen. De Britse bemanningsleden dreigen met schip en al ten onder te gaan, maar Louis, hij springt met drie van zijn maten in een reddingssloep en weet uiteindelijk alle 27 zeelieden te redden. Zijn eerste medaille, de Sea Gallantry Foreign Services, is binnen. In Los Angeles heb ik afgesproken met zijn kleinzoon, John van Iersel. Hij heeft zijn opa heel goed gekend. En soms hoorde hij zelfs een beetje Brabants. You don't want that on film. I do. Fudsverdamme. Ah, that's what he said? That's what grandma said. Grandma? Usually a grandpa. Do you know why he left Holland? Well, the story that Grandpa told me was that things were really tough and money was tight, and so he had to find something to do. And so about that time the war was starting, and he tried the German army first, and they turned him down because he wasn't 6'2 and blonde hair. And so he started working on freighters and ships as cabin boys and stuff like that, and he finally got on a ship that came to America. Mm-hmm. And that's when he decided that he liked America, and he stayed and tried to join different branches of the armed services that turned him down because they thought he was a spy and because he couldn't speak English, but he spoke four of the languages rather well. German as well? Of course. In 1917 verklaart Amerika de oorlog aan Duitsland.
Het Amerikaanse leger kan dan alle manschappen goed gebruiken. En zo wordt een buitenlander die zich vrijwillig opgeeft, beloond met het Amerikaanse staatsburgerschap. Een aanlokkelijk aanbod voor onze Louis. Zijn eerste maanden in het leger werkt hij in de keuken. Maar in september wordt hij bevorderd tot korporaal en gaat hij naar Europa. Als zijn eenheid bij gevechten ernstige verliezen leidt en zich in paniek terug moet trekken, maakt Louis van de chaos gebruik om in het niemandsland tussen de linies 17 gewonde soldaten in veiligheid te brengen. Hij ontvangt 2 medailles voor deze heldendaad. Nog meer moed toont hij later als hij zich voordoet als Duits sprekende spion. Op weg naar een Duitse loopgraaf worden volgens de overlevering de schoenen van zijn voeten geschoten. Daarop knuppelt hij een Duitser in een mitrailleursnest neer en berooft hem van zijn schoenen. Eenmaal in de vijandelijke loopgraaf overtuigt hij de aanwezige Duitsers zich over te geven. Hij neemt 5 officieren en 60 soldaten gevangen. En hiervoor ontvangt hij de Franse Croix de Guerre en de rang van sergeant. Maar zijn finest moment beleeft hij toch wel in het Noord-Franse Mouzon, een stadje aan de Maas. De rivier die hij nog kende uit zijn kinderjaren. 9 november 1918. De Eerste Wereldoorlog is bijna ten einde. Dan heb je dit soort strategische plekken, zoals hier Mouzon aan de Maas. Daar zitten de Duitsers. Heel veel. En aan de overkant zit een bataljon Amerikanen. Met daarbij Louis van Iersel. Hij krijgt van zijn majoor de opdracht om 's nachts met een paar mannen die brug die toen nog van steen was, maar helemaal in puin was geschoten, om daar overheen te gaan. Hij klautert over die stenen heen, valt op een booby trap, wordt gelanceerd in de Maas, gaat zwemmen in het snelstromende water en hij weet uiteindelijk toch die overkant te bereiken. Daar verschanst hij zich en gaat hij luisteren naar wat de Duitsers eigenlijk allemaal van plan zijn. En hij hoort dat ze de volgende dag van plan zijn om met een heel groot bombardement die Amerikanen te verdrijven. Heel snel terug naar de majoor en hij vertelt het verhaal. De majoor zegt, misschien heb je wel 1000 levens vannacht gered. De Amerikanen vertrekken heel snel, als een dief in de nacht. En de volgende dag bombarderen die Duitsers inderdaad de overkant. Maar er zit niemand meer. En weet je wat nou zo mooi is? 2 dagen later is de Eerste Wereldoorlog ten einde. Voor deze heldendaad zal hij uiteindelijk de Congressional Medal of Honor krijgen. De hoogste Amerikaanse legeronderscheiding. Erg uitzonderlijk voor een buitenlander. Do you know how many medals your grandpa Louis did receive? Well, in World War I, there was 12 that I know of that were military medals, and then there was a couple of others that were not, but the 12 were the ones that count. And when Grandpa went to different things that the Army put on, he would go full dress, full medal. And he was leaving one day for a weekend, and I was over here. I was about 10 years old, and Grandpa was getting ready to pack his Marine uniform with all the medals on it, and I said, gee, that'd be neat if I could put that on, you know. So Grandpa picked up the jacket and he walked around behind me and he said, put your arms out. And I put my arms in it and he slowly started to put it down on my shoulders, and then when he let go, I fell instantly forward from the weight of all those medals. It was unbelievable. Ook van andere landen ontving hij hoge onderscheidingen, zoals de Franse medaille militair en het Italiaanse oorlogskruis. Maar voor zijn Amerikaanse veteraanvrienden blijft de Medal of Honor het hoogst haalbare. I'm very proud to own this. In America, this is called a Congressional Medal of Honor book. All the names are in it. All the heroes from World War I, World War II are all in here. On Super Bowl Sunday, 1/26/1986, I asked him if he could sign my book for me if I went home and got it. So this is what he wrote. So 1 year before his death, he signed this book with Louis van Iersel. Whoa. I'm not sure that would work on a check that he was writing, but for me it's good. Nice man. Yes, he was. A gentleman. And a hero. And a hero. And everybody's friend. Quiet man. I don't know what else to say about him, other than I was proud to know him.
Washington D.C., een van de meest statige plekken van Amerika. Hier wordt de trots van Amerika in alle toonaarden groots gevierd. En aan de overkant van de Potomac River ligt de militaire begraafplaats Arlington. Voor een Amerikaans soldaat is het de grootste eer om op deze gewijde plek in Washington begraven te worden. En hier ligt hij dan, te midden van 400.000 Amerikaanse soldaten. Een van de meest gedecoreerde soldaten uit de Eerste Wereldoorlog. Op de meest prestigieuze begraafplaats van Amerika. Te midden van grootheden als Kennedy en Marshall en heel veel anderen. Zoveel eer krijgt die man, Louis van Iersel. En er is nu ook nog een congreslid dat hem nog meer eer wil gaan geven. Mrs. Chu, how did you get involved with a person like Louis van Iersel? Well, we heard about him from the Sierra Madre Veterans of Foreign Wars. And they talked about his incredible history. I thought this was a wonderful opportunity to get a post office named after this American hero. Why should we honor him with renaming a building after him? Well, there is a lot of anti-immigrant talk in this country recently, and it's very disturbing. But you look at somebody like Louis van Iersel, who was an immigrant to this country, didn't speak a word of English, and sacrificed almost immediately for this country. I think he's such a great example of how immigrants can contribute to this country. Immigrant hero of World Wars I and II, earning the Medal of Honor, the sergeant enlisting in the Army before he even became an American citizen. This Sierra Madre U.S. Post Office is now named after Sergeant Louis van Iersel. Generations of the Van Iersel family attended the ceremony to celebrate the American hero who left the Netherlands for the U.S. in 1917. Van Iersel rigged a boatswain's chair and helped save 27 shipwrecked soldiers. In 1918, he braved enemy fire and gathered information on German troop movements that helped save 1,000 lives, earning him a Congressional Medal of Honor. I'd also like to thank my family for being here. And I'd like to thank the community for supporting us and my grandfather. Thank you. Annabelle Munoz, ABC 7, Eyewitness News. I remember when he talked about fighting in World War I, that he would hope that nobody would ever have to go to war again for the freedom that it gave most people in the world, and the freedom to do and say whatever you wanted. And that was his biggest belief. To be free and say and do what you want, when and where you want to say it. Louis van Iersel, geboren in 1893 in Dussen en gestorven in 1987, 93 jaar oud, in Sierra Madre in Amerika. Voor mij een echte Brabantse held.